Hoe slagen jullie er toch steeds in om kerstbomen te krijgen voor de binnenstad? Ja, dat wordt eigenlijk steeds moeilijker. We plaatsen elk jaar een advertentie in de weekbladen en dagbladen nemen het vaak over. En dan krijgen we aanmeldingen en meestal zo rond 15, 20 bomen. Waaraan moet een goede boom voldoen? Hij moet er mooi, esthetisch mooi uitzien. Het is het liefst een den of een spar. Voldoende hoogte hebben. Deze op de Korenmarkt mag 10 meter zijn. Maar straks voor in de vijver bij Creta hebben we hem graag 15 meter. Kun je in het kort vertellen wat er allemaal moet gebeuren voordat een boom staat? Voordat een boom staat? Ja, eerst ga ik de aanmeldingen allemaal langs. En dan kijk ik wat de mooiste zijn. Van de mooiste heb ik er meestal een paar. En die bespreek ik dan met een ander iemand, John Bonthuis van de Stichting Vier Binnenstad, die gaat ook altijd kijken. En dan beslissen we samen welke boom het uiteindelijk wordt. De jongens van de gemeente van Groen die zagen de boom en doen het transport hier op de Korenmarkt. Voor Creta is dat anders. Dat doet de firma Loomsuit. Die doen het om niet. En daar zijn we heel blij mee. En met elkaar proberen we toch elk jaar weer een mooie boom neer te zetten. Kun je iets vertellen over de reacties van de inwoners? Ja, er zijn de laatste jaren steeds leuker en mooier. En, iedereen is blij met een mooie boom en de verlichting erin. Maar nu het weer witte lampjes zijn, is iedereen er wel content mee. En als iemand nog een mooie boom heeft? Ja, graag. Laat ze hem aanmelden. En waar kan men zich aanmelden? Men kan zich altijd melden bij Stichting Almelo Promotie. Even een mailtje sturen naar info@almelopromotie.nl en wij reageren dan.